Yo, we zijn Chesto en welkom bij weer eventjes een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag is natuurlijk school alweer 2 dagen bezig. En ja, ik heb er echt helemaal geen zin in vergeleken. Gewoon een fucking vakantie die we net hebben gehad. Dus ik moet er helemaal in het fucking ritme komen natuurlijk. Maar alsnog heb ik goed nieuws. Waarschijnlijk als je deze video kijkt, kan ik vanavond livestreamen op twitch.tv/omgidschesterjt. Link staat hier beneden in de beschrijving. Volg me even Twitch als je dat natuurlijk nog niet doet. Maar om de hele week natuurlijk hopelijk een beetje goed te maken, hoop ik dat ik kan livestreamen. Dus dat gaan we vanzelf wel zien. En ik wil ook even aan jullie vragen, hoe zijn jullie eerste 2 schooldagen weer bevallen? Is het goed gegaan? Is het fucking kut gegaan? Moest je wennen omdat je weer vroeg je bed uit moet? Hoe bevalt het fietsen, valt met de trein, tram, auto, hoe de fuck je ook naar school gaat. Laat het even weten hoe natuurlijk jullie schooldagen zijn. Die van mij zijn, ja, zoals altijd zijn, best pittig kut gewoon. Je staat elke ochtend fucking 6:30 op. Terwijl ik in de vakantie pas om 1:30, 1:30 wakker werd ofzo. Dus dat is natuurlijk alweer een tijdverschil. Maar ja, dan ging ik ook later slapen, rond 2-3 uur ofzo, ik weet niet. Ja, niet 3 uur, dat is een beetje laat soms. Maar ik ben gewoon om 1 uur naar bed gegaan in deze vakantie ongeveer. Dus mijn slaapritme is niet heel erg naar de klote gegaan. Ik denk dat mijn slaapritme pas echt naar de klote gaat als je echt bijvoorbeeld in de vakantie 2 nachten doorgaat ofzo. Want dan ben je zo moe. Maar ik weet niet of dat van mijn moeder mag. Dan moet ik dan tegen die tijd nog overleggen. Dan gaat sowieso ooit een 24 uur livestream aankomen. We gaan beginnen. Waarschijnlijk, als alles lukt met livestreamen, kan ik deze week 4 keer live gaan. Namelijk woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Zondag zijn mijn ouders de dag naar Utrecht toe om voor meubels te kijken of zo. Dus dan kan ik, als ik wil, kan ik sowieso 6 uur live gaan. Van 12 tot 6 of van 3 tot 9. We zien het wel allemaal. Ik moet ook huiswerk doen natuurlijk. Dus dat zien we dan wel al die tijd. Maar ik hoop natuurlijk dat dit schooljaar weer snel voorbij gaat. Ik ga volgend jaar mijn examenjaar in. Dus ik moet even kijken hoe dat gaat doen met video's. Ik hoop gewoon dat ik het zo kan blijven doen zoals ik het nu doe natuurlijk. Want dan gaat mijn kanaal gewoon lekker door. Maar we zien het dan wel. Als ik echt te veel moet leren, dan laat ik het gewoon wel weten. Maar jongens, dat was de video van vandaag. Korte video. Succes op school. En ik hoop jullie ook te zien bij mijn livestreams. Dus jongens, doei.